Maurits Cornelis Escher is een Nederlandse graficus die vooral bekend is vanwege zijn onbestaanbare situaties. Figuren die eigenlijk niet kunnen, zoals in deze print. Als je er met je neus bovenop staat, zie je gewoon een stuk trap. Maar als je even uitzoomt, dan zitten die trappen wel heel raar in elkaar. Het voelt bijna als een trap tegen je hoofd. De kleine Escher wordt in 1898 geboren in Leeuwarden. Op school vindt hij maar één vak echt leuk. Lekker tekenen. En later leert hij grafische technieken als etsen en houtsnijden. En op reis naar Spanje komt hij de mooiste geometrische figuren tegen. Hmm. Dat kan Etcher Escher zelf ook. Hij stort zich op de zogenaamde vlakvullingen: ontzettend gedetailleerde patronen vol salamanders, vissen, vlinders en vogels. De mensen dachten dat die Escher wel een wiskundige moest zijn. Maar hij gaf zelf altijd meteen toe dat hij er eigenlijk ook niet zoveel van snapte. Hmm. In zijn prenten speelt Escher ook met de relatie tussen het platte vlak en het driedimensionale beeld dat je daarmee kan oproepen. Door dat soort grappen wordt onze Escher niet zo serieus genomen door de echte kunstkenners. Maar zijn prenten gaan nog altijd als warme posters over de toonbank. Als je abonnee wordt van de cliphanger, dan hoef je er nooit meer een te missen. Dat is toch super leuk en handig en slim? Helemaal toppie.